klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Het seizoen is voorbij, maar lullen over wielrennen blijft natuurlijk het allerleukste wat er is. Onze komende podcast gaan over te gekke wielerverhalen vertellen. Arrière de la Course wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret. www.koerspret.nl. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arrière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen. We spreken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank tegen de tv. Vandaag aflevering 62. Ik ben Michiel Beemster. Ja, via de telefoon zijn mijn maatjes er weer bij. Wilco en Peter, welkom jongens. Yes, hey. Goedenavond jongens. Ja, dus Wilco weer terug gelukkig. De laatste keer helaas eventjes afwezig, maar alles gaat nu weer helemaal goed. Dus blij weer te horen, jongen. Ja, lekker dat ik weer terug ben. Ik heb het wel gemist, hoor. Het is toch wel gek, hoor. Je bent één podcast er niet bij, maar het voelt alsof je er heel lang niet bij bent. Ja, dat snap ik wel. Maar lekker dat ik er weer ben. Maar een leuk podcast. Echt, ja? Ik heb een genoten. Het was echt een leuke podcast. Rens, toffe gast. Leuke verhalen ook wat hij vertelde. Ja, zeker. Dus, ja, het was een hele leuke podcast. Ja, zeker. Wat ik het leukste vond, is dat hij in heel Nederland allemaal cafés wil openen. Zou wel tof zijn als je hier in West-Friesland Arrière er een beetje bij kan trekken. Ja, dat zou wel leuk zijn. En hij gaat ook nog de strippenkaart hadden we voorgesteld. Dus ja, precies. Mooie kerel. Hey, hij werd de volgende dag ook nog door hem eventjes gebeld, Peter in ieder geval. En hij was heel enthousiast. Hij vond het leuk. Ik kreeg leuke reacties, Peter. Ja, zeker. Ja, het is leuk om te horen. Kijk, als mensen te gast zijn en als ze het dan zelf leuk hebben gevonden, is voor ons natuurlijk heel belangrijk. We maken het omdat we het leuk vinden. En dan zijn dat soort reacties van de gast zelf altijd erg leuk. Ja. Maar daarnaast natuurlijk de reacties die daarop volgen van de luisteraars. Ja, dat telt zeker mee. En die kwamen zelfs naar Rens toe met leuke opmerkingen. Dat is super tof. Ja, tof. Hey, voordat we het weer vergeten. Jij moet nog even het recht zetten. Of een paar podcasten terug. Over West-Friese renners. Ja, we hadden het natuurlijk over de opkomende talenten. En we werden even op onze vingers getikt door Bart van Haren, de oud-manager van SEG Racing Academy. Hij is inmiddels geswitcht en Sven Jonker heeft het nu overgenomen. Ja, die zei, jullie vergeten Wessel Krul helemaal. En dat klopt wel een beetje, die zijn we vergeten, die komt uit Enkhuizen. En dat is echt een opkomend talent. Maar wat wij eigenlijk bedoelden was gewoon dat het niet meer zo was als het geweest was, dat er een hele grote lichting is. Maar we moeten het recht zetten. Ja. Wessel is echt gewoon een renner om in de gaten te houden. En, Peter, dit is toch een minpuntje dit, hè? Ja. Is het ook. Maar die hebben het recht gezet. Wij waren zo vol van, toen ik zeg maar jeugd was, toen waren er echt gewoon hele lichting. En als je niet uit Noord-Holland kwam, dan deed je eigenlijk bijna niet mee. En nu is die rollen gewoon omgekeerd, zeg maar. Ja, het is wel zo grappig. Hoe die jongen van Lakenman bij ons in Van Huizen, woont ook een jongen, Thomas Lakenman. Ja, maar dat is dan weer een paar categorieën terug, hè. Dus als je het eigenlijk hebt over opkomend talent, dan kan je het natuurlijk wel hebben over nieuwelingen en junioren. Maar bij de belofte, dat is wel wat echt als talenten worden meegeteld natuurlijk. Maar Thomas die doet zeker leuk. En bij de junioren doet hij landelijk goed mee. En ik hoop gewoon dat hij in de toekomst dat ook kan groeien. Grappig. Het is zelfs wel grappig, want Bart van Haren, ik heb er ooit nog met hem in de klas gezeten. Want dat zal hij zelf niet meer weten, denk ik. Maar op de opleiding sportmanagement ondernemen. En toen ging hij ons nog uitleggen tijdens een of andere sportles hoe we het beste bij elkaar in het wiel moesten zitten. Dus het zat wel grappig. Ik ben hem altijd een beetje blijven volgen. En hij heeft een mooie carrière opgebouwd, zo langzamerhand, toch? Zeker. Hij kon zelf goed fietsen. Ja, een beetje. En hij was altijd al een soort van, hoe moet je het uitleggen? Een soort coach op de fiets. Een beetje hetzelfde wat ik ook altijd had gedaan. Alleen dan deed hij het in het Nederlandse continental circuit, zeg maar. En hij weet gewoon precies hoe je het goed moet overbrengen. En dat is gewoon heel belangrijk als je talentontwikkeling doet. En, dat kan hij gewoon erg goed. Ja. Zeker. Even over fietsen gesproken, jongens. Kijk, we zijn nu een maand verder. En we hebben natuurlijk een mooie challenge in het vooruitzicht. Giel, hoe gaat het met de kilometers?
Nou, is goed, jongen. Training. Hartstikke goed. Ik sta nu op 4.999 kilometer, dus het gaat snel. Lekker. Ja. Dus je hoeft en niet zoveel meer. En jij? Ja, ik ben er al overheen. Oh ja. Hoeveel zit jij dan? Ja. 5.001. Meter. Ja, nee, goed, nee, afgelopen weekend hebben we natuurlijk niet kunnen fietsen, maar we hebben ook kunnen schaatsen. Ja, precies, dat telt ook wel mee, toch? Maar we moeten wel aan de bak, volgens mij. Ja, zeker, want we hebben een beetje min of meer een streefdata. Nou, niet per se dat dat de data moet worden, maar we hebben wel een streefdata een beetje rond, wat is het, juni, juli toch? Daar willen we het gaan proberen. Nee, 19 juni hebben we als allereerste optie, zeg maar, gewoon eventjes met een potlood opgeschreven. Juni, hè, juni. Ja, 19 ja. juni, ja. Zeg maar, rondom de langste dag van het jaar. Ja. En ik denk dat dat voor ons ook het meest gunstig is. Nou ja, dat moet het gebeuren. We moeten toch op één dag heen. We moeten ook nog even goed nadenken of we van hem, Noord-Holland naar hem, Frankrijk gaan fietsen. Of dat we van Frankrijk naar hem gaan fietsen. Kijk, we kunnen natuurlijk ook zeggen, we gaan van hem naar hem Noord-Holland fietsen naar hem in Frankrijk. En dat we daar dan nog een nacht overnachten. Dus ja, daar moeten we gewoon eens even goed over nadenken. Maar dat we er zin in hebben, dat is wel duidelijk, toch? Nou, het mooiste is, je gaat van hem naar hem. Dus het maakt eigenlijk niet uit voor welke kant je opfietst. Maar ik denk wel dat het wijs is om met de wind in de rug te gaan. Ja, precies. Nee, maar dat is ook natuurlijk een van de belangrijke punten. Van hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb in ieder geval zin. En voor mij wordt het groepje steeds groter. We gaan sowieso met een mannetje of 10, denk ik, langs van hand. En misschien zijn er wel meer mensen die aan willen haken. En je kan je nog steeds aanmelden via 06 Wilco Kent, hè? Precies. Ik stond zelfs op het ijs van het weekend. En toen werd aangesproken van... ben je in training voor hem. Dus ja, daar serieus? Komt er toch wel kleur aan. Serieus? Oké. Ik kreeg een soort van ijsexpeditie van oud marathonschaatser Richard van Kempen. Oh, die nu ijsmeester is van de Nederlandse natuurijsmeester, zeg maar. Voor de NK's. En we waren op het IJsselmeer aan het schaatsen. En ik wou eigenlijk wel een beetje op avontuur. En Richard was goed voorbereid met de prikstok en het touw. En dat soort allemaal veiligheidsmaatregelen. Mocht er wat gebeuren. Dat hij ons zou kunnen redden. En gingen we eigenlijk een beetje van ijsplaat naar ijsplaat. En dat was best wel spectaculair. En toen kregen we mensen die volgden. En die zeiden ook van, hey, ben je trainer voor hem? Ik zeg, ik ben trainer voor hem. Fantastisch. Maar die Richard de Kemp, dat is trouwens een legendarische gast, is dat, hè? Die, ja, was dat is echt een hele goede marathonschaatser geweest. Ik geloof dat zo'n 65... natuurijswedstrijden heb je gewonnen en een stuk of 50 op de baan, als ik het goed heb. Misschien wel meer zelf. Nee, maar die gast is echt een legendarische kerel, is dat. Ja. En hij is ook Koes de directeur geweest van het NK Jeugd, volgens mij was dat toen of zo, ook bij ons in de buurt. Nou, nog steeds. Dat is hij nog steeds? Ja, hij doet nu. Hij was nu terug. Hij heeft een huis gekocht in Zweden. En daar heb je 16 kamers en doet hij gasten uitnodigen en dat verhuurt hij dan tijdens de vakantieperiodes. En dan geeft hij clinics op schaatsen, mountainbiken, echt van alles. En grappig. Ja, dat doet hij met heel veel plezier. En nou kwam je eigenlijk over voor het NK Marathon. Om te inspecteren of het ijs goed was en alles in goede banen te leiden. En helaas ging dat niet door. En verbleef hij bij familie in Horen. En toen kwam ik hem maar met toeval tegen. En ik ken hem natuurlijk wel vanuit sporten, zeg maar. En ik zeg, ja, kan je ons niet even een beetje meenemen op avontuur eigenlijk? En eigenlijk ging het vanzelf. En kregen we heel snel een mooi groepje. En gingen we echt, ik wil niet zeggen gelijk gevaarlijk stuk op. Maar ja, als je over het water heen moet springen. Dat is toch wel een beetje spectaculair. Ja, gaaf. Maar wat ik dus wilde zeggen. Hij is ook NK, voor mij van het jeugd NK was hij gewoon op koers. Qua wielrennen was hij een tijdje directeur. Ook toen het in Venhuizen werd gehouden. En toen ben ik nog wel eens met hem in de auto achter de koers aangereden. Dus dat was een van de eerste keer dat ik, voor mij was het de enige keer, in de koers zat in een auto. Ik organiseerde een misverkiezing als evenement. En de mis was toen ook ronde mis. Of de mis die de verkiezing won was ook ronde mis. En toen moest ik dus samen met die mis in die koersauto achter de koers aan. En toen dacht ik, jezus, Mino, wat gaat het hard, man. Maar ook gewoon, waren een paar valpartijen. Dus toen zat ik echt er midden in en dacht ik, zo, dit is wel heel erg eng, maar aan de andere kant was het ook heel gaaf. Maar het was bij hem, maar hij heeft veel verschillende, hoe zeg je dat, verbanden met sport, schaatsen, wielrennen. Dat is hartstikke toffe gast. Misschien moeten we een keertje naar Zweden en dan moeten we maar eens een keertje podcast bij hem maken.
Goed idee. Lijkt me een goed idee. Ja. Hey, van een toekomstige gast misschien naar de gast die we vandaag hebben. We hebben vandaag weer een toffe gast weten te strikken. Als ik eventjes wat cijfertjes zeg, 9 jaar prof geweest. 1 keer de Tour gereden, 2 keer de Vuelta. 2 profoverwinningen. En daarnaast is hij misschien wel nog bekender van het werk wat hij na het wielrennen doet. We gaan nog niet zeggen wat hij dan heeft gedaan. Maar als ik de naam zeg John van den Akker, wat denken jullie dan als eerste aan? Ja, ik ken hem natuurlijk, hè. Dus voor mij is het een klein beetje vals spelen, maar ik denk dat de Wilco dit een beetje beter kan beantwoorden. Nou, ik kon hem nog niet zo heel goed, dus ik moet wel toegeven dat ik eventjes Google heb moeten raadplegen. Maar de naam John van den Akker is wel als gepasseerd als wielrenner zijn. Hè? Alleen, ja, het is nu helemaal niet een Joop Zoetemelk of een Jan Raas. Dus, ja, het is niet de eerste renner die blijft hangen of die bij je opkomt. Maar dat was wel de eerste gedachte die voorbij kwam, dat het een oud wielrenner was. Ja, het is wel grappig. Mijn vader die belde mij net toevallig nog toen ik alles aan het klaarzetten was. Dus hij had al op de microfoon van de podcast. En ik zeg, pap, je zit live in de podcast. Hij zegt, oh nee, oké, sorry. Ik zeg, nee, je zit er niet. We zijn niet begonnen. Maar toen zeg ik, ja, we hebben straks John van den Akker als gast. En toen zei hij meteen, ja, dat was een hele goede knecht. Een hele, echt een topknecht. Dus ik ben wel benieuwd wat het verhaal erachter is. Maar mijn vader die kon hem en die ging meteen een belletje rinkelen. Het is ook een renner die... Ja goed, toch alweer wat jaartjes is gestopt. Hij is prof geweest in de jaren 86 tot 88 tot 97. Dus dat is wel even terug. Maar aan de andere kant, we hadden het ook wel... 98, hè? Volgens mij 97 bij... In 98 heeft hij nog de eerste of de zesde etappe van Olympia's Tour gewonnen. Ja, maar dat was geen profkoers, toch? En hij was vierde in het helft van het Mergeland. Ja, is dat een profkoers dan? Ja, dat weet ik niet, maar... Nou, volgens mij, en het legendarische Pro Cyclistas, en ik ga zeker er niet aan twijfelen, dan komt Stefan op mijn dak, staat er dat hij dus 9 jaar prof is geweest, van 88 tot 97, maar hij zal best wel lang gereden hebben. Hij heeft volgens mij tot 99 zelfs gereden, en dat zal wel amateur zijn geweest. Maar volgens mij moeten we hem gewoon maar even gaan bellen, en mag je dat allemaal zelf vertellen, toch? Precies. Oké, we gaan hem bellen. En volgens mij hebben we inmiddels contact met John van den Akker. Welkom in de podcast, John. Hey, dag. Wat leuk. Hey. Ja, goed jullie weer te horen. Het is een tijdje geleden. Ja, dat is het zeker. Hey, en we hebben je net eventjes even voorgesteld. En Wilco moest eerlijk toegeven dat hij heel even diep moest graven, omdat het puur ging over de naam als wielrenner. Maar ik vertelde ook net dat mijn vader mij net belde voor de podcast. En toen zei ik, ja, we zitten straks, ik ga de podcast bijna opnemen met John van den Akker als gast. En toen zei hij als eerste, ja, die ken ik zeker. Dat was een hele goede knecht. Is dat terecht dat hij dat zegt? Ja, ik denk het wel. In ieder geval wel bij de beroepsrenners. Bij de amateurs was het toch wel iemand die voor zijn eigen kansen ging. En ook best wel wat overwinningen heeft geboekt. En als je dan overstapt naar de beroepsrenners, dan zie je wel dat er meer zijn die kunnen fietsen. Sterker nog, er zijn er eigenlijk helemaal geen slechte renners meer. En dan merk je ook dat er gewoon ook renners zijn die... gewoon meer getalenteerd zijn dan jij. En ja, dan kom je wel op een gegeven moment in de fase waar je wel je eigen ambitie hebt, maar waar je toch in de grote wedstrijden wordt uitgespeeld als knecht. Ja, ja, precies. Want je bent 9 jaar prof geweest, hè? Ja, 9 jaar. 10 jaar zelfs, denk ik. 10 jaar. Wilco en ik hadden net dus eventjes een kleine discussie. Want op Pro Cycling Stats staat dat jij van 88 tot 97 prof bent geweest. Maar klopt dat of niet? Dat klopt, ja. Oké, want in 98 was je dan als waar toen word je in een etappe in Olympia's Tour. Toen was je geen prof meer? Of? Ja, ik had nog wel een beroepsrenner-assistentie. Maar ik deed toen een stap terug naar het continentaal team van MGI Fietsen. En ik deed dat gecombineerd met vertegenwoordiger zijn bij dat bedrijf. Een fietsfabrikant van de Groene Stad Fietsen, zeg maar. Oké. Maar die waren toen sponsor van een continentaal team, eigenlijk een afgeleide van de wielervereniging de Jonge Renner. Oké. En zodoende heb ik al na mijn carrière, dus na mijn professionele carrière, toen nog 2 jaar kunnen afbouwen op een iets lager niveau. En daar heb ik onder andere een etappe in Olympisch Tour gewonnen. Ja, ja. Dus dat was dus toch niet echt prof, maar ook weer een beetje. Je had weer beide gelijk, Wilco. Een beetje de middenweg. Ja, precies. Ja, gelukkig maar. Daar kunnen wij wel mee leven, toch? Ja, zeker.
Maar dat is verdienstelijk afbouwen, zou ik zeggen. Ja, nou, ik had vorige week ook een interview met een groep mensen eigenlijk. En die vroeg ook van over dat zwart gat, zeg maar. Hè. De sporters vallen vaak in een zwart gat, hè, ook wielrenners. Als ze dan stoppen met hun carrière en missen dan de aandacht en de spanning van wedstrijden en dergelijke. En bij mij is daar eigenlijk wel meegevallen, doordat ik meteen in een soort van part-time baan kwam en ook nog fietsen erbij deed. Dus ook mijn lichaam kon langzaam afbouwen van grotere wedstrijden naar kleinere wedstrijden. Dus ik denk, het is onbewust zo gebeurd, maar het is wel een goede stap geweest, denk ik, om 2 jaar op die manier in mijn carrière af te bouwen. Ja, ja, en op een rustige manier ook de andere kant van het leven te ontdekken, zeg maar bedrijfsmatig. Ja, dat is wel ideaal. Ja, precies. Ja, precies. En als je dan die 9 jaar bekijkt, dan ben je dus begonnen met je prof bij Roland, een Belgisch team als ik het goed zeg, dan 4 jaar PDM. En ja, op de een of andere manier, het is alweer zo lang geleden, maar als klein jongetje, ik kom zelf uit 84, dan is dat echt dat PDM, dat is een soort van heilig woord voor mij als het om wielrennen gaat. Ik weet niet waarom dat is, maar dat lijkt mij moet zo'n fantastische ploeg zijn geweest. Kan je dat onderschrijven of niet? Ja, ja, helemaal. Ik kwam van een kleine ploeg af, inderdaad, Roland, Belgisch team. En die stopte einde van het jaar. En ik kon gelukkig bij PDM terechtkomen. Maar PDM was toen de tijd het team van de wereld. Hè. Die bracht moderne dingen naar voren in de wielersport. De eerste met een bus. Materiaal tot en met kleding, tot en met puntjes verzorgd. Ook een andere manier van opbouw van het seizoen. Ook om even met trainers te maken en met coaches. Inderdaad, het was gewoon fantastisch. En ik denk dat ook wel de resultaten gezien hebben dat wij dan een van de betere teams in de wereld waren. Zo niet de beste misschien wel. Ja, want dan ben je dus 1 jaar prof en dan 2e jaar prof rij bij PDM. En dan kom je even in het team en daar zit Sean Kelly in en een Gerry Kneteman. Hoe kijk je dan naar dat soort mannen? Ja, daar kijk ik enorm tegenop in de beginfase. Ik kan me nog herinneren dat mijn eerste etappekoers, of mijn eerste koers voor PDM was in Italië, in Sicilië. En daar lag ik meteen met Gerry Kneteman op de kamer. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat je dan bij een voormalig wereldkampioen, zo'n groot naam in de wielersport, dat je op de kamer ligt. En dat het dan, dat hij jou dan ook mee gaat begeleiden, zeg maar. En tips en raad gaat geven. Het was zijn laatste jaar als wielrenner. Maar enorm veel van opgestoken. Alleen al die eerste week. Dat was een geweldige ervaring, moet ik zeggen. Ik vraag me dan gelijk af, hoe gaat dat dan? Ja. Je komt naar binnen en je wordt bij hem op de kamer gezet. En dan, je spreekt hem uiteraard aan met u. En dat gaat heel snel al in je. En, u ook. Ja. Neem jij dit bed maar, dan neem ik dat bed. Bed je wel? Of dan ben ik dan zo benieuwd naar. Hoe gaat zoiets dan? Ja, het gaat toch heel snel van heel snel over naar we zijn een van de jongens, hè, en dan ga je toch ook over de alledaagse dingen praten, mooie auto's, de wedstrijd, het weer, vrouwen, noem maar op. Alsof het bijna een leeftijdsgenoot is. Ik zou niet eens durven poepen. dat was de eerste avond en nacht wel heel awkward inderdaad. Hè. Je zit wel, iedereen zijn eigen gewoontes en hij ook. Hè. En je past jezelf ook aan, hè, want die gaat niet zeggen, Gerry, doe ze normaal, doe niet zo gek. Je past jezelf aan en laat hem eerst naar de badkamer gaan. Je laat hem eerst naar de wc gaan. Ja, dat soort dingen, dat speelt wel in het begin. Maar gaat ook snel weer vanaf, hoor. Ik moet zeggen, hij stelde mij heel snel gerust. En hij was eigenlijk een soort messias van de ploeg. En hij had voor iedereen wel een goed woordje over of een goed advies. Had hij altijd wel voor ons. En dan ben je daar snel aan gewend. Maar de eerste dagen is dat inderdaad heel bijzonder. Ja, en in dienst heb je ook, zoals ik het goed, misschien ik hoop dat het klopt, maar dat zijn ook de enige 2 overwinningen die je hebt gehad. Dat was dan de Vuelta van Murcia en de Etoile de Bessèges, dat klopt, hè? Ja, ik heb later heen wel wedstrijden gewonnen, maar dan van iets lager niveau. Want ik heb bijvoorbeeld al in mijn eerste jaar trouwens bij Roland ook een kermiskoers in België gewonnen. Ja. Omdat van een beetje stond.
En laterin ook bij Vrijdag Golf en bij Koolstroep wedstrijden gewonnen. Maar dan praat je net over wedstrijden net onder het niveau van 1.1. Ik won helft van Merkland in 94 volgens mij. En ik won in 96 bij Vrijdag Golf ook in het Appen Olympisch Tour. Ja. Maar die tellen dan net niet mee, omdat het net een niveautje lager is. Hè? Dat is vaak nog in combinatie met amateurploegen waar je dan tegen rijdt. Ja, precies. Maar het helft van het Mergeland, dat lag jou wel heel goed volgens mij. Ja. Als de uitslagen zo zie, dan... Ja, klopt. Ja, ik ben helft van Mergeland. Tegenwoordig is dat Vlotte Limburg Classic. Maar ik heb alle posities in de top 5 gehad daar volgens mij. Eerste, tweede, derde, vierde en vijfde. Dus dat lag een wedstrijd die me goed lag. Limburgs wedstrijden sowieso. Ik heb een ronde van Limburg gewonnen. Toen ik bij Vrijdag Rade Golf in dienst reed, en denk ik 96 was of 97. Ja, 96, 97. Ja, en etappe in Olympisch Tour was ook altijd in Limburg, 2 keer, denk ik. Dus dat is van het terrein waar me goed lag. Maar als ik dan bijvoorbeeld zie Parijs-Roubaix, het beste resultaat 13e, dat is ook niet verkeerd. Nee, ik probeerde in het begin van mijn carrière echt wel gericht op die Vlaamse klassiekers. En dat ging nog best aardig. Ronde van Vlaanderen kwam echt in tekort. Maar Parijs-Roubaix, dat lag me ook best goed. Maar ik had wel de eerste jaren altijd, eigenlijk gedurende heel mijn carrière, heel veel moeite om in die wedstrijden de goede posities te vinden, zeg maar, voor de belangrijkste momenten. Ik liet me vaak snel wegdrukken in het gewring. Dus ik had altijd wel moeite mee om in de eerste schifting, zeg maar, goed geplaatst te zitten. En als dan een wedstrijd een beetje goed verliep, dan kon ik wel terugkomen en dan ik had wel een goed duurvermogen, zeg maar. Ik kon het wel aan, die afstanden. Dus dan kon ik mijn ei wel kwijt. En die Parijs-Roubaix van 1990. Toen kwam ik ook terug van achter. Valpartij, een keer een lekker band wiel moeten afstaan en zo. Toen kwam ik terug, omdat er heel veel tegenwind was. En toen kwam ik ook in de kopgroep terecht met Steve Bauer en Eddie Plankaert. Edwin van Hooijdonk. Marcel Gaillant. Dat is nu ploegleider bij FDG. En... ook bij Van Keersbulk, de vader van Guillaume Van Keersbulk. Okay. Dus we waren met zes voorop en we gingen ook die finale in. En van achter kwamen ze maar niet terug. En eigenlijk een beetje door onervarenheid, dat ben ik op de ene laatste strook. Een beetje verrast door het demarrage van Steve Bauer. En toen hadden we nog die commandeurs op frame zitten, zeg maar. Dus ik had hem eigenlijk eerst te licht staan en ik kon niet meer schakelen. En nou, we kwamen van die kasseistrook af en... toen probeerde Kajant en ik en Van Keersbulk terug te komen bij de eerste drie. Maar dat lukte niet. En in de straat van Robert, dat reed dus voor de vierde plek op dat moment. Denk ik de laatste 1,5-2 kilometer gesloot de achtervolgende groep aan. Dus waar reed eigenlijk de baan op voor de vierde, vijfde plek. Het was bij mij leeg, dus ik werd 13e. Maar dat was wel een mooie editie voor mij, waar ik mijn gezicht liet zien als jonge renner. Ja, zeker, zeker. Oh. Zeker. Maar zonde, zeg, door het materiaal. Dat je eigenlijk door het materiaal dan de slag, ook wel onervarenheid, zoals je zegt, maar ook wel het materiaal wat dan toch wel in de weg zit. Ja, maar nu heb je die commandeurs op je in remgreep zitten en dan kun je wat makkelijker schakelen, maar toen was dat nog niet. Met de vooroorlogse periode nog. En ik het was gewoon onervarenheid. Ik had ook goed licht staan en ik had daar, achteraf, daar heb je daar spijt van, maar daar kun je toch niet terugdraaien. Droom je nog eens van? Sorry? Droom je er nog wel eens van, of niet? Elke keer als ik te sprake komt, denk ik van, had ik dat maar anders gedaan. Maar ik moest toen, ik had het licht staan en ik hobbelde over die zij heen. En ik vlucht de kant in, op een stukje waar ik even mijn handen van stuur af kon doen. Tandjes zwaarder en toen weer terug te zij op. En dat was toen te laat, want in de finale waar dan, het was echt de allerlaatste kasseis, ook de eerste laatste kasseis, ook naar Carrefour de Labre. Ja, en daar wist ik gewoon, daar ging het gebeuren. Goed, de situatie dat in een split second gebeurd had, en het hoort er allemaal bij, hè, met wielrennen. Ja. Hey, en dan kan er maar eentje winnen. Ja. Ja. En dan ben je 5 jaar prof en dan beland je in Italiaanse dienst bij ZG Mobili. En dan mag je dus gewoon naar de Tour. Dat lijkt me echt, dat lijkt me zo ontzettend uniek en gaaf. Hoe voel dat? Ja, dat was geweldig. Ik had best 4 goede seizoenen gehad bij PDM, die toestopte. En ik had toch heel veel moeite om onderdak te vinden. Ik had al wat punten, toen heette dat nog FICP-punten.
En zodoende ben ik terechtgekomen bij die ploeg, omdat ze nog punten nodig hadden voor in de ranking te komen. En daardoor konden zij dus ook de Tour rijden, omdat ze bij de eerste 18 stonden. En ja, het was heel snel duidelijk in de winter dat ik de Tour zou gaan rijden, want de Italianen die wilden natuurlijk wel iemand de Giro rijden. Ja, precies. Dus de selectie was niet zo moeilijk. En ja, dat was uiteraard fantastisch. Hè? Ja, als je wielrenner de Tour kan rijden. Men vraagt altijd, als ze horen dat je wielrenner bent geweest, heb je Tour de France gereden? Ze vragen niet, heb je de Ronde van Spanje gereden? Of, nee, precies. Of de Ronde van Vlaanderen. En ze vragen of je de Tour gereden hebt. Ja. Gelukkig kan ik erop ja zeggen. Maar het was een fantastische ervaring. Ik had wel een hele slechte voorbereiding toe. Ik zou twee etappekoersen rijden, Ronde van Luxemburg en Ronde van Puglia. Dat was eigenlijk ideaal. En ik werd ziek in Puglia, een voedselvergiftiging. En ik moest naar huis toe. En daar kon ik niet rijden. Dus ik had eigenlijk een heel slecht gevoel richting de Tour. Maar ja, dan is dan toch weer een keer iets onreizbaars, dat vormgevoel, zeg maar. Want na 2-3 dagen een beetje afzien, toen kwam ik er helemaal doorheen. En ik heb eigenlijk de Tour moeiteloos kunnen uitrijden. Het is ook niet zo dat ik mijn gezicht heb echt kunnen laten zien. Maar ja, ik heb me toch wel een klein beetje getoond, denk ik. Maar vooral dat ik daar relatief makkelijk de eindstap kon halen, gaf me wel een goed gevoel, inderdaad. Ja, maar het is ook... Ja, wat was een opval, zeg maar. Ja, meteen het verschil, maar dat zegt altijd iedereen, tussen de Tour en andere wedstrijden, qua spanning, qua stress, qua media-aandacht met name. Dat is allemaal zoveel malen groter dan elke andere wedstrijd. Dat was het eerste wat opviel in de eerste week van die Tour. Ja, want als je... Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is zo'n Italiaanse ploeg. Je gaat dan met een Italiaanse ploeg naar de Tour. Ja. Is die beleving met een Italiaanse ploeg zoveel anders dan in een Nederlandse ploeg of een Belgische ploeg? Ik denk dat het nu wel anders zal zijn, maar toen was dat zeker anders. Giro was sowieso belangrijker voor de sponsors. Echt Italiaanse sponsors hadden wij. En dat waren eigenlijk maar 2 of 3 Italianen. Dat waren meteen de beste renners van die ploeg. Die echt ook de Tour tot hoofddoel hadden gemaakt. Er waren Giancarlo Perini, Gianni Farisin. Die werd in die Tour denk ik 11 in het klassement. En Massimo Girotto. En Girotto werd uitgeroepen tot de strijdlustigste renner in die Tour. Dus die was veel in aanval geweest. Dus ja, er waren al redelijk goede renners. Maar voor de ploeg en voor de sponsors was toch wel de Giro belangrijk. Dat merkte aan alles. Ja. Nou ja, goed. Ja. In ieder geval heb je die op je lijstje staan en dat kan niemand je sowieso meer afnemen. Maar dat jaar was trouwens sowieso wat dat betreft een mooie wedstrijden ook voor jou redelijk uniek. Want je werd ook geselecteerd voor het wereldkampioenschap. Ja, klopt. Ja, ik had een redelijk goede Tour gereden. En daarna kwamen we in die wereldwedstrijden of wereldbekerwedstrijd terecht. En daar kon ik ook vlot mee, ook bergop en zo. En Erik Nietman was toen bondscoach. Die kende mij natuurlijk uiteraard uit de PDM-tijd. En die vond dat ik een kans verdiende. Maar die had ook wel afspraak met mij van, ja, ik ga je meenemen. Ik vind dat je ook dat verdient. De Tour goed uitgereden en de wereldbekerwedstrijd goed uitgereden. Ook bergop. Zo'n WK moet je wel in dienst rijden van. Toen waren de kopstukken, waren toen Rooks en Teunissen en Frans Maassen. Maar dat was toch geen probleem, want ik wou het ook graag WK meemaken. Dus daar was ik heel trots op dat ik geselecteerd werd. En het was ook een redelijk, uiteindelijk zal het een hele bekende naam zijn die dat de WK won, hè? Ja. Ja, en Lance Armstrong die won in 93, waar jij reed dat WK. Toen hadden we met z'n allen nog niet kunnen weten wat dat allemaal voor verhaal zou opleveren de komende jaren. Nee, dat verhaal kon je zo niet schrijven, maar we wisten wel dat we met een bijzonder iemand te maken hadden. Dat hadden we heel het jaar al gezien. Hij won ook al een toerrit in het jaar. Ja. Als Amerikaans kampioen. En hij had al naam gemaakt voordat hij overkwam van amateurs. Iedereen wist van, hey, er komt nou iemand speciaals over. En dat hij al na een jaar wereldkampioen werd, was natuurlijk al bijzonder. Ja. Maar dat was ook niet onaangekondigd, zeg maar. Dus wij wisten wel dat er iemand bijzonders in het peloton rondreed.
Dat het een speciale was die waarschijnlijk wel vaak zijn neus aan het venster zou drukken. Dat heeft hij ook uiteraard gedaan. Ja, maar soms heb je dat. Hè. Soms komen er talenten over en dan zie je meteen waar. Dat is iets bijzonders. Hè. Jan Ulrich was ook zo iemand. En Frank van den Broeke. Dat waren allemaal echt wel zeer, zeer getalenteerde renners. Dat zag je meteen bij de eerste meters die ze in het profpeloton reden. Vind je dat Remco Evenepoel daarmee te vergelijken is? Het is nu, hij moet het eerst maar bewijzen. Ja? Ja, hij moet het eerst maar bewijzen. Maar ik denk het wel. Maar, ja, die jongen, want ik denk wel zeker hè, wat die jongen op zo'n jonge leeftijd gedaan al heeft. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En ik denk dat iedereen dat ook kan beamen. Hè. Als je met hem in de koers gezeten hebt. Daar heb je toch stukjes van gezien die eigenlijk nog nooit vertoond zijn in de wielersport. Ja. Kijk, wat je in de junioren laat zien en dat zet je door naar de senioren. En je maakt het nog waar ook, ja. Dus net wat je zegt, ja, dan kan je wel zeggen dat het wel een topper in spe is. Het is al een topper, maar dat het een grootheid kan worden. Ja, zeker. Je hoort dan over die wattages. En, ik ken zijn vader trouwens goed, want in mijn tijd bij Kolschop was ik zijn ploegmaat. Okay. Vader van Remco, Patrick Evenepoel, ook een best goede renner. De Grand Prix Wallonino gewonnen. Maar ik vond het bij Remco, hij had al veel indrukwekkende dingen gezien. Maar de eerste keer dat ik echt dacht van ja, godstikke, de verhalen zijn echt waar. Was in de Ronde van België afgelopen jaar, of de Balwaanse Belgische Tour. Waar die zeg maar... Kampenaars echt uit de wiel reed, zeg maar, op een vlakke rit. Die Kampenaars had zo te sterven in het wiel dat hij geen bocht meer kon nemen. En op een gegeven moment ook echt letterlijk uit de bocht viel. Ja, ja. Gewoon door het hoge tempo nog Evenepoel. En ja, iedereen die gefietst heeft weet wat dat betekent. Als je iemand echt op vlakke al zo uit de wiel kan rijden. Dat is echt ongekend. Ja, en dan nog een tijdrijder ook. Dus dat is niet, het is geen pannenkoek om het zo maar te zeggen. Nee. Hey, als je nou terugkijkt op je carrière, we gaan zo verder met het verhaal na je carrière, want dat is ook zeker net zo boeiend. Maar wat is je mooiste herinnering als coureur? Buiten dat jaar van de Tour en de WK rijden, zijn eigenlijk twee dingen die me wel bijgebleven zijn als mooiste herinnering. De eerste was 1986, toen ik als 19-jarige de Onder de Kempen won. Ik was amateur bij Joven Aalen. En de Onder de Kempen was toen uit een A-klassieker. Maar het start in Fienis en Veldhoven. Het dorp of gemeente waar ik woon. En vandaan kom, zeg maar. Dus ik won voor eigen publiek een van de grootste wedstrijden van Nederland als amateur. Was ook meteen mijn doorbraak als wielrenner. Ook het moment waar ik in besefte van... ik ben laat beginnen te fietsen als 16-jarige. 3 jaar later wil ik Onder de Kempen. Ja, misschien kan ik wel iets bereiken in de wielersport. Dat heeft een beetje voor mij de omslag gegeven, zeg maar, van nou, zie je wel, ik kan echt wel iets meer dan dat ik eigenlijk zelf denk. Dus het begon... Onder de Kempen voor eigen publiek was echt een schitterende ervaring, moet ik zeggen. Dus het begon eigenlijk waar het ook echt voor jou ooit echt begon? Ja, precies. Fantastisch. Ja, in eigen gemeente. Ja, in eigen... Prachtig. Dat is een finish dag, letterlijk 500 meter van mijn huis af, zeg maar. En, ja, dat is wel unieker dan zijn wedstrijd te mogen winnen. En dat was voor mij de stap ook van, ik ga toch kijken wat ik eruit kan halen in mijn carrière. Buiten de mooie dingen die ik meegemaakt heb bij PDM en alles wat als biesportje brengt. Maar ik heb ook nog een mooie herinnering aan 1990, de etappe die ik won in de Ronde van Murcia. De aanleiding daartoe is eigenlijk niet zo mooi, want in februari overleed ik. Ploegmaat van mij, Johannes Draaier. Hartstilstand in bed. Zo. En Johannes die, ik lag met hem op de kamer in die Ronde van Sicilië. En we hadden 6 lastige dagen gehad, bergop gereden zo. En we deden dan een soort zelf bloed meten en hartslag meten. En hij had gewoon na die 6e dag nog een hartslag van 32. En ik had normaal gesproken lang rust gehad, 38 hartslag. Maar ja, na zijn tappenkoers had ik 52 of zo. En hij had 32. Dus ik zei tegen hem van, hoe kun je nou na 6 lastige dagen nog zo'n lage hartslag hebben? En ja, dat heb ik altijd. En als ik uitgerust ben, dan heb ik 26 of 24. Ja. En ik dacht van, die heeft een groot sporthart. Maar hoe moet je niet beseffen dat dat ook natuurlijk gevaarlijk kan zijn. En, maar ja, 3 dagen later kreeg je een hartstilstand in bed.
Dat had met lage hartslag te maken in combinatie met een hartritmestoornis. Dat wisten ze toen ook nog niet. Maar goed, dat was natuurlijk, ze lag op dat zijde in de geschiedenis van die wielerploeg en PDM. En toen was het weekend nadien naar de begrafenis, was onder het nieuwsblad, of het Volk heette toen. En toen moest ik kunnen, want die deden we niet mee vanwege die begrafenis van Johannes. Dus de eerst volgende wedstrijd was de Ronde van Moesia en Parijs-Nice. En ik won toen etappe als eerste PDM-renner na het overlijden van Johannes. Iets opgedragen aan zijn overlijden, zeg maar. Ja. Ja, dat was wel mooi. Emotioneel ook. Zo, ja, dat kan ik me voorstellen, zeg. Wat bizar eigenlijk dat je het daarvoor nog met hem over zijn hart had gehad. En dat hij dan uiteindelijk... Ja. Dat moet toch iets heel erg... Dat moet dan wel echt een hele hoop indruk hebben gemaakt, ook omdat je dat dan met hem besproken hebt. Ja, echt heel bizar. En we kregen later ook te horen dat als ze ook met testen van tevoren al iets gezien hadden, maar toen de tijd wist men daar niet zo goed raad mee, hè, met die hartritmestoornissen. Ja. Of afwijkingjes, zeg maar, die er waren. En nu zou ze daar veel sneller bij zijn. De geschiedenis heeft er wel van geleerd. En ik kijk ook naar voetbal, bijvoorbeeld met Daley Blind en zo. Ja. Ja, nu zijn ze snel bij. Hè? Maar toen wisten ze er niet goed of niet genoeg van. Nee, maar 24 slagen per minuut. Ja. Dat. Ongekend. Ik vind een hart heel interessant. En ik heb zo ook altijd een horloge om. En dan ben ik al heel trots als ik in de nacht 38 ga halen, 40. Dan denk ik, maar 24. Jeetje, mina. Dat is een bolk aan de achterkant. Ja, ja, zeker. Ja, dat is dan toch een hele andere tijd. En misschien dat ze in deze tijd dan er ander wil hadden gaan. Maar ja, dat is ook een ontwikkeling die natuurlijk in een sport wordt doorgemaakt. Maar het moet wel inderdaad heel mooi zijn geweest voor jou dat je daarna dus als het ware... Heb je hem ook aan hem opgedragen, de overwinning? Ja. Ja, en dan stond zelfs nog... Want het was in Spanje uiteraard en... Er werd toen nog niet zoveel aandacht gespendeerd aan de Ronde van Moesia hier in Nederland. Maar zelfs in de Spaanse krant stond er een stukje van de kranten dat het opgedragen werd aan Johannes. Ja, dat was zeker mooi. Ja. Hey, en want dit is dan iets wat een herinnering. Nou, dit was een mooie herinnering, maar het ontstond uit iets minder moois. Ja, precies. Maar waar ben je dan... Waar ben je het meeste trots op als je terugkijkt op je carrière? Is dat dan die overwinning? Nou, nee. Toch wel die overwinning die ik net noemde. Hè? Dus die overwinning van onder de Kempen. Oké, dat is ook waar je het meest trots op. Ja. Hey, en dan gaan we eventjes het bruggetje maken. We hebben Peter ook nog helemaal niet gehoord. Ik denk dat Peter nu ook, ook wat meer ook kan vertellen. Want dit is ook waar... waar wij een keer elkaar ontmoet hebben, dat was wel in de hoedanigheid dat de Peter een criterium reed in de ridderronde van Maastricht. En toen op een gegeven moment hebben we een keer gekeken van hoe leuk zou het zijn als we ook een criterium in Noord-Holland zouden kunnen organiseren. Nou ja, goed, met alle situaties die de laatste jaren zijn gespeeld, is dat er nog nooit van gekomen, nog niet wil ik zeggen. Maar jij bent na je carrière, je vertelde het ook al, je bent eerst ook nog vertegenwoordiger geweest, maar uiteindelijk ben je terechtgekomen bij Cycling Service. Misschien is het eerst leuk als Peter even vertelt wat, dat je kan ze weten zelf vertellen wat dat is, maar Peter, jij kent ook John weer in die hoedanigheid, hè? Ja, nou ja, dat is. Ik ben tijdens stil geweest om aandachtig te luisteren wat jullie vertelden. Met de telefoon is dat natuurlijk soms een beetje lastig. Maar voor de luisteraars ook wel te begrijpen. Maar ik ken John voornamelijk omdat hij bij Cycling Service actief is als bemiddelaar. En iemand die werk doet voor de criteriums. En dat was mijn eerste contact eigenlijk als continentenrenner voordat ik prof werd met Cycling Service. En ik denk dat John straks beter dat kan uitlichten. Maar wat jij nog wel moet toelichten, Michiel, is dat idee, jij bent evenementenorganisator, zeg maar. En wij waren naar de criterium in Maastricht. Ik had jou meegenomen. Ja. En wat je daar zag was een soort van feest en spektakel. Fantastisch. Van, shit, dit moeten wij ook hebben, weet je wel. En Michiel organiseert grote evenementen in Horen. En toen hadden wij zoiets van... waarom kunnen wij dat niet gewoon doen hier in Noord-Holland? En dan een soort van 2.0 versie aan geven. Nou, helaas is dat nog niet van gekomen. Maar wat niet is, kan altijd nog.
Zeker, maar, zeker. Dat is een beetje hoe we John gepakt hebben. Zeker, ja, zeker. En zeker ook is het opmerkelijk dat er in Noord-Holland geen criteriums zijn voor beroepsrenners. We praten over criteriums, die zijn naar de Tour de France en dat is de gezelligheid en voor de betere renners een beetje geëerd. En je ziet dat heel veel in Brabant en ook in Limburg, maar ook in Surhuizenveen in Friesland en in het Westland. Maar Noord-Holland niet. En dat is opmerkelijk, want we hebben zo'n lichting van goede renners gehad in Noord-Holland, goede beroepsrenners, dat het eigenlijk voor mij moet aanslaan in Noord-Holland. Het is toch een wielergekke provincie. Al die jaren geweest. Dus wij hoopten vurig, en hopen nog steeds vurig, dat er toch nog een keer iets loskomt in Noord-Holland. Er mogen best wel meer wielerwedstrijden zijn voor beroepsrenners in het... Volgens mij heeft Van Huizen vroeger ook wel een aansprekende criterium gehad. Ja, klopt. Het is wel degelijk geweest, alleen waar het fout is gegaan, geen idee natuurlijk. Nee. Ik denk dat in het Hollands een beetje te zuinig zijn allemaal. Ja, dat het een geldkwestie is geweest. Ja. Dat ze geen premie zouden betalen. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja, maar goed. Dat geld, et cetera. De uitdaging ligt er nog steeds. En wat goed is, dat komt gerust ook nog wel eens een keertje. En het lijkt heel mooi. Nou, nu is het natuurlijk nu een fase waar het allemaal wat minder is. Maar daarom is het ook eigenlijk ook wel interessant daarom vonden we het ook interessant om eventjes met jou... in de podcast te praten erover. Cycling Service, misschien kan je eerst eventjes, want de mensen hebben misschien nu echt helemaal geen idee meer. Maar wat is Cycling Service precies? Ja, wij zijn een Nederlands bedrijf die vooral bemiddelt in wielerwedstrijden tussen organisatoren en renners, maar ook tussen organisatoren en wielerploegen. En we doen dat voor wedstrijden vanaf Omloop het Nieuwsblad tot aan de Puttkapelle. In België een sluitingsprijs waar wij dus voor die organisatie ploegen vastleggen. Ploegen, zo sterk mogelijk ploegen met zo sterk mogelijk renners. En er zitten dus World Tour wedstrijden bij, maar er zitten ook kermiskoersen bij. Maar Cycling Service staat vooral bekend van de criteriums. Hè. En wij doen voor de Nederlands en Belgische criteriums renners vastleggen. Naargelang de wensen zijn en naargelang het budget is uiteraard. Daar is eigenlijk een soort bekend om en dat is eigenlijk ontstaan vanuit de KNU, de Nederlandse Wielrenbond, die dat wilde reguleren in de jaren 70. Het is een stichting opgericht, SBB. En mijn voorganger heet Gerry Vergerwe en die had ook weer een voorganger, Peter Bonthuis. En zodoende is een beetje ontstaan die bemiddelaar in Nederland. En in 2002, toen nam Gerry Vergerwe ook de Belgische wedstrijden over. Dus kreeg hij niet alleen de Nederlandse criteriums onder zijn hoede, maar ook de Belgische criteriums plus internationale wegwedstrijden. En dat was voor één persoon een beetje te veel. Toen moest hij op pad naar iemand die hem kon assisteren. En daar werd ik. Gerry had zijn kantoor in Sint-Oederode, ook in de buurt van Eindhoven. Ik kom ook uit deze regio, dus altijd goed samenwerken met Gerry als renner zijnde. Dus de link was snel gelegd en we hebben op gesprek gekomen en kon ik in 2002 aan de slag. En ja, dat was natuurlijk een totaal andere uitdaging, hè, want het is een andere kant van het wielerwereldje. Je bent al jarenlang renner geweest en dan kom je nu aan de kant van de organisatoren terecht. En ook als bemiddelaar, onderhandelaar ook met renners. En, maar dat heeft al wat teweeg gebracht in de jaren heen. We zijn steeds groter en groter geworden. En we hebben ook nog naast de internationale wegwedstrijden en de criteriums ook nog een derde tak bijgekregen. Dat is eigenlijk administratie van prijzengeld. We doen voor veel wielerploegen het prijzengeld proberen te collecteren. Omdat die renners die koersen overal door de hele wereld en het is niet simpel om dan ook nog heel je administratie bij te houden van prijzengeld en wanneer het binnenkomt en waar je moet zijn om het te krijgen. En, die service hebben we aangeboden aan wielerploegen en die hebben we altijd goed ingevuld denk ik tot heden toe. Dus we hebben eigenlijk drie takken binnen Cycling Service. Er zijn dus criteriums waar we eigenlijk bekend van zijn. Internationaal wegwedstrijden en prijzengeld.
Ja, want als je dan op de website kijkt, dan staat er in de hart van de koers. Dat is ook een beetje jullie ondertitel volgens mij. En dan staat er ook echt duidelijk voor organisaties, voor teams, voor renners, voor pers en voor bonden. Dus eigenlijk zijn jullie een soort van spin in het web in het gehele wielerwedstrijd wereldje, als ik het goed zeg. Ja, precies. Ja, ja, dat zeg je goed. Ja, we proberen service aan te bieden aan alle partijen een beetje in de wielersport. Maar wij eigenlijk wel dichter bij de kant van de organisatie staan. Dat is de hoofdmoot van onze klanten, om zo maar te zeggen. We proberen dat werk uit de handen te nemen van de organisatoren. En daar proberen we wat dingen aan vast te plakken. Want bijvoorbeeld is een pers of media op. Ja, we hebben een online platform waar wij onze contracten in plaatsen. Peter weet dat nog wel, denk ik, van een paar jaar terug. Maar daar hebben we ook bijvoorbeeld een persmodule in zitten. Dus bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen of onder het Nieuwsblad, die gebruiken onze persmodule om hun accreditaties verzoeken te ontvangen en uit te delen. En dus al die data komt bij ons in ons systeem te staan. Dus als wij straks een keer als pers willen naar de Tour de France of de Ronde van Vlaanderen in dit geval, dan moeten we bij jou wezen. Ja, precies. Ja. Hoi, dat wil ik ook. Zodat je die perskaart hebt, dan kan we wat. Heel goed. Die gaan we onthouden. Nou, is nog grappig te zeggen. Dus dat is ook een beetje de link waar ik kennis mee maakte. Je wordt op een gegeven moment continental renner. Je krijgt je prijzengeld in de profkoersen. En dan maak je een account eigenlijk aan, heel simpel, voor jonge renner op cycling service. En alle organisatoren die betalen gewoon al het prijzengeld in één grote pot. En cycling service die zegt dan eigenlijk, nou, hier heb je het prijzengeld aan het team. Van Aqua Blue bijvoorbeeld was ik de rennersvertegenwoordiger. Bepaalde ik in samenspraak met de manager wie wat kreeg in het deel van het prijzengeld. Dus er ging er één deel bij ons naar de staf. En die beheerde dan cycling service in één pot. En die ging zeg maar dan aan het eind van het jaar verdeeld worden. En ik zei dan, oké, iedereen krijgt een gelijk aandeel in het prijzengeld. En cycling service zorgen dan dat het betaald werd. Zo hebben we ook nog een jaar gehad dat wij een goed doel hadden, Pink Ribbon. En dan ging er een heel klein percentage van dat prijzengeld ging naar Pink Ribbon toe. En dat verzamelde cycling servers ook. En aan het eind van het jaar hadden we gezegd, oké, daar willen we naartoe overgemaakt hebben. En dan nam cycling servers ook dat werk voor ons uit handen. Dus het is een heel simpel platform eigenlijk. En hetzelfde ging voor de criteriums. Daar stuurde John mij, of hij belde een berichtje. Belde of stuurde een berichtje van, ik heb een criterium voor je, we zoeken nog een renner. Heb je hier interesse in? Nou, dan krijg je ook weer in jouw account eigenlijk een soort van contractje. En dan krijg je wat startgeld en dan eventueel een vergoeding. En dan kon je naar die criterium, dan kon je dan digitaal tekenen. En dan kon je deelnemen aan een bepaald evenement. Dus eigenlijk super eenvoudig. En dat kost gewoon de kopzorgen voor eigenlijk atleten die ze niet willen hebben, of organisatoren, als die van 180 renners moeten weten wie wat prijzen gaat moeten hebben, alle bankrekeningen met z'n alles erbij. Ja, er wordt één grote puinzooi, dus we zijn heel blij dat dat bestaat. Het klinkt. Even over dat criterium dan, John. Kijk, jullie zijn dus de spin in het web. Als je wat wil, dan moet je dus bij jullie aankloppen, voor criterium of administratief of dergelijks, pers in dit geval. Maar je regelt dus inderdaad dan de renners voor een bepaald criterium. Maar jij bepaalt dus waarschijnlijk ook wel hoe iedereen moet presteren dan in een criterium. Of mag ik dat niet vragen? Ja, dat mag je zeker vragen. Ik wil niet zeggen dat ik antwoord op geef. Dat bepalen wij niet, sowieso niet. Je moet al zo zien dat zo'n wedstrijd ook een soort van demonstratiewedstrijd is. Hè. Komt naar een criterium toe om die grote wedstrijd uit de Tour de France te zien. En dan moet ik ook zorgen met z'n allen dat die wedstrijd ook een beeld is. Dus als dat, dat zou panning zijn als dat niet gebeurt. Maar daarnaast is het dan renners en nog eens door om te bepalen wat ze van willen maken, zeg maar. Dat is ons om het even. Maar ik heb nu ook ongestoren bij die zeggen, wel, ons maakt niet uit, laat ze maar rijden. Dat is geen probleem. Dat dan een keer een kleinere renner bent, dan bent een kleinere renner. Als iedereen het best maar doet. Maar het is wel heel lastig, want we willen wel. Het is heel moeilijk om
als je daar een klimmer uit Colombia aan de start hebt, zeg maar, en die moet dan volle bak in het team rijden, dat is wel heel lastig. Dat is toch wel. We hebben het afgelopen jaar gezien dat was Carapaz als Giro-winnaar naar Etten-Leur gehaald. En ik probeerde hem allemaal uit te leggen wat hij moest doen, maar dat was toch wel moeilijk met de communicatie. Maar hij deed het best goed. Maar hij nam onverantwoorde risico's in bochten. En op een gegeven moment vliegt ook een bocht uit. De hekken in en over de kop. En hij had niet zo heel veel last, zei hij. Maar achteraf bleek dat hij toch zoveel last kreeg dat hij de Vuelta niet meer kon rijden. Nou, dat werd niet dank afgenomen door de Movistar. Daar heb ik wel een vraag over. Want dat is interessant dat je dat zegt. Want kijk, jij hebt dan in dat geval, jij vraagt een renner. Maar ja. Is het niet zo dat je dan ook die ploeg een toestemming moet vragen? Je gaat echt direct naar de renner toe. Nou, in de meeste gevallen gaan wij eerst aan de ploeg vragen. Om toestemming. Het is eigenlijk niet onze taak. Het is de taak van de renner zelf om toestemming te vragen aan de ploeg. Hè? Want je moet zo zien, die ploeg is de werkgever. En die leent zo'n renner een dag uit om een criterium te rijden. En ja, zeker als dan iets gebeurt. Dan moet er wel alles goed afgebakend zijn. Dus wij vragen eigenlijk altijd, zeker een ploeg hier in Nederland-België, toestemming. Of we zeggen in ieder geval, dit zijn de renners die we willen vragen. Is dat oké? Ja, dat is oké. En dan vragen wij ze. En dat is daar niet gebeurd, maar daar heeft de manager tegen ons gezegd van, ja, ik heb toestemming van de ploeg, dus geen probleem. En daar zijn wij van uitgegaan. Dat er zo ook zo was. En laterheen kwam er zo'n documentaire van Movistar op televisie. Ja. Het jaar van Movistar, zeg maar. En dan ging naar Gio en dan naar Tour. Ja, en dan naar de Netflix, ja. En toen bleek dat er helemaal geen toestemming was. Toen zag je die ploeg zo onderling met de ploegleiders van, ja, de een van de inreden in Nederland. En daar wisten we niks van. En nou is hij gevallen en kan niet starten. Oei, er is toch geen toestemming. Ja. Ik heb toch maar voorgenomen om niet altijd iedereen te geloven en gewoon zelf maar dubbel te checken. Maar heb je daar problemen mee gekregen? Nee, dat niet. Maar weet je, het is wel zo, als ik nou de komend jaar, en hoop ik dat ik het eens door kunnen gaan, bij mijn hoofd aankom, dan denk ik wel dat ze toch een keer achter hun oren krabben en nog twijfelen over de toestemming te geven. Ja, want wij hadden eigenlijk nooit echt vaak toestemming gekregen van die ploeg. Die vonden dan dat die renners zich beter moesten voorbereiden op de Ronde van Spanje. En als je het dan een keer lukt om zo'n renner te krijgen, dan moet je ook zorgen dat alles in orde is en dat er niks gebeurt. Nu heeft de ploeg denk ik ook een klein beetje vertrouwen verloren in het rijden van de serie. Dat zou toch jammer zijn, want zo'n renster als Annemiek van Vleuten, die willen we in Nederlanders graag zien natuurlijk. Ja, precies. Nou ja, maar Annemiek ook een klein beetje zelf inbreng in heeft, hè, maar als er een jonge talentvolle renner komt als Carapaz, ja, die laat toch wel nog zijn hoofd hangen naar de directie, neem ik aan. Dus dat wordt nog wel eventjes een strijd, denk ik, om dat weer recht te krijgen. Het is ook een beetje een dubbel verhaal natuurlijk. Kijk, je zegt natuurlijk wel terecht, de ploeg die leent zijn werkgever uit aan een criterium. Maar aan de andere kant, de renner heeft natuurlijk ook gewoon zijn eigen BV. En hij moet ook zijn eigen brood verdienen. En ja, als de manager dan op dat moment zegt dat dat kan, ja, dat is wel lastig. Ja, de manager van de renner. Wat zei je? Ja. De manager van de renner, niet de manager van de ploeg. Ja, de manager van de renner. Ja. Die behartigt de belangen van de BV van de renner. Dus dat is wel lastig. Je zit er wel echt precies tussenin dan. Ja, precies. Maar ik vind wel de verantwoordelijkheid van die renner of die manager van die renner om toestemming te hebben. Daar hoeven wij in principe niet voor te zorgen, maar wij willen gewoon zelf de relatie met de ploeg goed houden. Dus vandaar dat wij het voortouw maar nemen en al zelf vragen, al voordat de renner uitgenodigd wordt, te vragen om toestemming. Dus we kunnen Alejandro van Verde bij het criterium van horen kunnen we nu al wegstrepen. Ja, dan is het in ieder geval wel werk aan de winkel om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar sowieso moeten we een beetje de haast achter zetten, want volgens mij rijdt hij niet zo lang meer. Nou, we doen ook een veteranenkoers, dus dat kan hij misschien daarmee doen. Ja, dat is waar, ja. Retrokoers. Ja, retrokoers. Ja. Retro met Alejandro. Maar ik hoorde net Peter wel alles mooi vertellen over ons platform. Het goed uitgelegd. En uiteraard was het in het begin van mijn carrière als bemiddelaar wel anders. Toen hadden we nog geen platform en toen moesten we echt met stapels documenten, contracten naar de Tour toe om die renners allemaal te laten tekenen. En het is nu een stukje makkelijker geworden, in ieder geval minder administratief werk. Maar de eerste jaren ging ik echt met een hele tas vol of koffer vol met de contractjes heel pas. En dan alles doorfaxen weer terug naar Nederland toe en zo. Dus dat was
iets minder simpeler dan nu is. Maar ze zagen je wel graag komen, denk ik, de renners, of niet? Ja, heel graag. Jazeker. John, het is dus een beetje... Normaal gaat de organisatie van de wedstrijd zegt... ik wil die of die renner. Probeer die te contacteren. En dat is normaal de volgorde. Wat is nou de meest gewilde renner eigenlijk, zeg, van het laatste aantal jaar? En welke renner is bijna niet te krijgen? Die zegt altijd eigenlijk nee. Ja, even kijken. Dat was een moeilijke renner om te krijgen. We hebben Van Verre net al gezegd. Van mij Van Verre niet heel vaak. Nee, Van Verre is inderdaad ook een beetje communicatief wel lastig, zeg maar. Hij zelf en zijn manager spreken alleen maar Spaans. En had ook niet altijd evenveel zin om te rijden. En had ook geld genoeg om nee te kunnen zeggen, zeg maar. Als je iemand die miljoenen verdient, die hoeft niet per se een criterium te hebben om zijn BV verder te vullen. Maar het is toch een keer gelukt. Een drijvende kraai heeft hij een paar jaar geleden gereden. Drijvende kraai in Roosendaal. Maar de renners vanuit Spanje, en voornamelijk Movistar, zijn inderdaad wel de moeilijkste renners om te krijgen. Dat hangt ook een beetje van jaar tot jaar af. Ene jaar wil Mark Cavendish elk jaar elk criterium rijden en het andere jaar wil ze niet komen. Dan hebben ze er geen zin meer in of vinden ze het te zwaar of te moeilijk. Dus toch voor elk jaar wel verschillend. Als jonge renner willen ze allemaal wel komen en daarna wordt het moeilijker en moeilijker. En we hebben ook eens in de vier jaar ook altijd een probleem met de Olympische Spelen. Dat is ook altijd lastig als er iets. En dan komen de Olympische Spelen vlak na de Tour. En dan is het ook lastig om renners daarvoor vrij te krijgen. Dus dat speelt altijd. Want je ook een keer Lance Armstrong volgens mij gehad, toch? In Surhuis de Veen? Ja, Lance Armstrong die is verschillende keren geweest. Die was niet zo moeilijk. Alleen de onderhandeling was je moeilijk. Ja, maar qua geld. Money. Dat was altijd pittig. Maar die was altijd wel open voor zoiets. Ook Mario Cipollini en dat soort verdetten was altijd wel open voor. En de laatste jaren ook wel opmerkelijk dat wij sinds 2006 elk jaar de toerwinnaar hebben gehad bij onze criteriums. Het zei één keer of het zei 10 keer. Maar we hebben altijd wel voor gezorgd dat de hele trui naar Nederland of België kwam. Dat is altijd wel opmerkelijk, hè, dat een toerwinnaar direct na zijn toerwinst toch naar Nederland wil komen. En het allermooiste voorbeeld was Chris Froome, die de eerste keer de Tour won. Toen moesten wij ook op pad naar hem. Maar hij zocht zelf al contact. Ook een beetje via zijn vrouw. En op afstand al een klein beetje rondgemaakt. Maar hij vond gewoon, hij had al gehoord, de toerwinnaar, die moet criterium rijden. En hij had eigenlijk nog nooit meegemaakt, wel gehoord, maar hij wist niet precies wat het allemaal was. En ik weet wel dat rit naar Alpe d'Huez was. En daar had hij eigenlijk zijn toerzegen al een beetje veilig gesteld. Maar toen appte hij of stuurde een berichtje van, kun je toch langskomen te tellen, want ik heb zoveel vragen erover en ik wil weten hoe het precies naartoe gaat en wat dat precies is en wat er om mij verlangd wordt. Dus wij er naartoe en het uitleggen hoe dit allemaal ging, hè, wat hij kon verwachten. Dus, en sindsdien is hij ook gewoon elk jaar geweest. Fantastisch, heel mooi. En dus het hangt altijd een prijskaartje aan natuurlijk. Maar hij heeft nooit het uiterste gevraagd. Maar gewoon, hij vindt gewoon een toerwinnaar, dat hoort erbij, die wordt dan zijn gezicht laten zien in de criteriums. En dan deed hij ook nog bepalen, zeg maar, welk land het is of was. Hè? Want hij beseft ook van Nederland-België zijn twee landen waar ik heel weinig koers. Hè? Want hij rijdt eigenlijk bijna nooit in deze landen. Amsterdam Gold is misschien een keer gereden, weet ik niet. Hè? Maar hij kwam ons nooit in Nederland. En Luik Bastenaken-Luik reed hij ook bijna nooit. Dus ook België was dan belangrijk. Ja. Ja, en wat ik me nog wel herinner van Froome in die criteriums, ik heb een paar keer met hem meegereden dan, dat hij toch best wel heel toegankelijk is ook, hè? Ook naar het publiek toe en zo, steekt zijn handje op, een handtekening hier en daar. Terwijl je soms bij andere, verdetters toch wel zoiets hebt van, zie mij, weet je wel. Klopt. Met Sagan ook. Ja, Peter Sagan ook zeker, ja. Maar eigenlijk, ik geef gewoon wel allemaal een mooi voorbeeld, want trouwens Peter Sagan ook. Want die neemt gewoon ook een eigen soigneur mee, een eigen mechanicien mee.
Oké, wij zorgen wel voor hotel voor ze. Maar ze hebben hun eigen begeleiding bij. En dan blijven ze een week hier. Maar dan worden ze ook gemasseerd. Ze kunnen rusten. Een week niet zijn bij. Ze hoeven nergens om te kijken. Dus jezelf spanjeren, zeg maar. Zodat je ook weer de weken nadien ook weer goed op de voeten kan in de wedstrijd die er komen. Hè. Vaak is dan wel rond de Spanje of zo. Maar het is belangrijk dat ze... van Sebastian. We hebben heel vaak gehad dat de winnaars van San Sebastian eerst de 3x3 gereden hebben in Nederland en België. Die toerrijden, zondag finishen, maandag in woensdag criterium rijden en dan zaterdag San Sebastian winnen. Dat is heel, heel opmerkelijk. Hè? De ploegen hadden al meestal iets van je moet uitrusten en soigneren en criterium rijden, dat kan echt niet. En werd continu of elk jaar in werd het tegendeel bewezen. Ja. We hebben ook echt renners gehad die smeekten om criteriums te rijden vanwege San Sebastian. We hebben Spanjaard gehad, Carlos Barredo, die kwam echt smeken om criteriums, want hij moest goed zijn in San Sebastian. En zijn ogen kon daar het best door 2-3 criteriums te rijden en de spanning op die benen te houden na de Tour. En dan naar San Sebastian. Het is ook niet zo dat het gelijk iets heel makkelijks is, hè? Want veel mensen denken, kijk, de Tourwinnaar die weet ook het criterium even. Maar soms wordt er echt gewoon serieus hard gereden. En dan lijkt het wel alsof het allemaal een beetje vooropgezet is. Maar je moet zeg maar zo zien, de continental renners die zijn er eigenlijk een soort toch wel opvulling. En de publiek komt niet voor de mindere renners. En dat weet iedereen. En dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap waardoor je die groeiers altijd voorin ziet. Maar dat betekent niet dat ze in de koers rekening met die gasten houden, dat ze niet af willen laten zien. Er wordt wel extra ruimte voor ze gemaakt als ze de bocht op moeten. Maar zodra het recht een stuk gaat, dan wil ik Quintana ook wel een keertje pijn doen. Weet ik van wat. Ja, het is gewoon een beetje het spelletje, zeg maar. Maar toch is het respect van de jonge renners toch ook wel naar de lichting waar mensen voor komen kijken. En dat is juist zo'n mooi indicatorium. Ja, en dan zie je ook wel dat ook zo'n renner als Quintana, noem je dan. En die kunnen echt wel trappen. Die zijn niet gewend om criteriums te rijden. Maar ze kunnen wel fietsen hoor. En ook zijn Rens Cortana, die is best wel handig op zijn fiets. Die komt echt wel een bocht door. Ja. En wat ik me eigenlijk al meteen had, want we hebben natuurlijk heel het over Nederland en België. Maar waarom zijn nou juist de criteriums in Nederland zo groot? Want inderdaad, daags naar Tour, meteen al de grote namen vaak. Maar waarom is dat in Nederland en bijvoorbeeld niet in een ander land dan zo groot? Ja, België is ook nog wel redelijk groot hoor. Daar is na de Tour de eerste criterium van Aalst. Nou, daar staan ook gewoon 40.000 mensen aan de kant. Het is een beetje traditie vanuit de wielersport hier in Nederland en ook België. En mensen komen graag kijken om die Tour verder dan te zien. Het is zo door de jaren heen zo gegroeid. Hè. Nederland is natuurlijk ook het bakermat van de criteriums. Wij groeien allemaal op. Met criteriums. Peter is ook zo begonnen en ik zelf ook. Je begint met criteriums te rijden. Ik ben zelf ook beginnen te fietsen door het kijken van een profcriterium. Dat vond ik zo mooi en daar werd het interesse voor de wielersport aan gewakkerd. Dus het heeft echt wel een belangrijke rol binnen de Nederlandse wielersport. Dat is net wat John zegt, traditie, hè? En dat hebben we in Nederland heel erg. In Duitsland bijvoorbeeld heb je die zesdaagse op de wielenbaan. Dat is een soort festival, carnavalachtig opzet. En dat is eigenlijk een criterium ook. En heel veel mensen die naar zo'n profcriterium gaan, nou reken maar dat er een heel groot percentage is die niet eens een wielrenner ziet bewijzen van. Maar de hele avond mooi staat te denken als een soort van feest in de stad. Ja. Dus dat hoort er ook bij. Maar ze gaan wel heen voor die wielerwedstrijd en dan denken ze, oh shit, is het alweer afgelopen. Ik heb nog geen wielrenner gezien. Dat wordt wel een beetje erbij soms. Ja, precies. Ja. Precies. Hey, de criteriums, dat is natuurlijk een groot gedeelte van de inkomsten lijkt mij, maar ook de wedstrijden. Hoe heb jij dan een jaar zoals, eigenlijk is veel het nu nog steeds, maar hoe heb jij nu die hele coronaperiode tot nu toe beleefd? Ja, goed, zoals vele mensen natuurlijk, en ook wij hebben daar veel schade onder geleden. We hebben bijna 80% van wedstrijden verloren afgelopen jaar. Hè. Dus geen enkele criterium doorgegaan. We zijn een gezond bedrijf. We zijn ook een klein bedrijfje. Maar ja, we hebben gewoon een verliesjaar gedraaid. We kunnen tegen een stootje. En dat kan ook in 2021 nog. Maar we moeten wel weer terugkomen uiteraard. Hè. Dus,
Ja. Om te proberen om met z'n allen aan te werken. En we proberen ook te kijken of we al wat coronaprotocollen kunnen opstarten. En dan kijken hoe we met die organisatoren, zeg maar, dadelijk ook kunnen tonen aan renners en aan ploegen met name dat we wat maatregelen afnemen, zodat die renner ook veilig kan komen naar de criteriums. Dus ja, zo probeer je toch maar weer. Dus eigenlijk meer werk voor minder. Maar ja, je moet het doen om het bestaan van de criteriums te verzekeren. Ja. Hey, ik zag ook nog ergens, dat, ik weet niet of dat klopt, maar je had ook nog iets met het wielergala gedaan dit jaar? Klopt dat niet? Ik bedoel jij. Ja? Ja, ik ben door mijn functie, zeg maar, bij Cycling Service en ik ben ook jarenlang secretaris van de VVW al, de Vereniging van Wielerberoepsrenners. En ben ik gevraagd om ook een bestuursfunctie te bekleden bij de Club 48. De club van ex-beroepsrenners die iets betekend hebben voor de wielersport. Het zij echt op de fiets of het zij buiten de fiets. En zodoende ben ik ook betrokken in het wielergala. Tenminste, ik organiseer het zelf niet, maar ik help wel wat mee, zeg maar, om renners ook echt daadwerkelijk daar aan tafel te krijgen. En de wielergala is best een leuk iets. Dat is toch iets, een dag van de wielersport. En probeer je ook je verdetten te eren, zeg maar. Alleen ja, het is moeilijk. Het wordt steeds moeilijker geweest toe bij een sportman van het jaarverkiezing. Waar ook de sporters steeds meer wegblijven. Of in ieder geval kunnen interesseren. Dus het is moeilijk om daar een goede weg in te vinden. Wat voor de toekomst bestendig is. Ja. Ja. Nou ja, kijk, dat is zeker waar. En we hebben toevallig niet zo lang geleden een podcast gehad met Steven van der Zwan van Pro Cycling Stats. En die had toen, als het ware, de top 500 was het, geloof ik. Hè? Ja, dat vond ik trouwens wel echt een gigantisch leuk idee. Dus misschien is het ook wel tof om zoiets in Nederland op die manier te doen met wielrenners. Ja. Ja, alle ideeën zijn welkom. Graag zelfs. Ik denk dat men andere... andere ideeën moet hebben om de jeugd zeg maar te interesseren voor zoiets. Ja. Het moet interessant blijven voor iedereen. Ja. Nou ja, goed, dat lijkt me mooie stof voor een keer een andere podcast. En daar staan wij zeker wel voor open, Wilco en Peter. Zeker, ja. Leuk. Hey, om eventjes op een positieve noot af te sluiten. We hebben net de mooiste herinnering gehad als coureur, maar de mooiste herinneringen tijdens het werk voor Cycling Service... Dat is natuurlijk ook een moeilijke vraag. Ik kan wel al van zeggen wat het dieptepunt is geweest. Okay. Voordat ik het hoogtepunt begin. Yeah. Een dieptepunt is geweest buiten corona afgelopen jaar. Dat we in, ik weet niet welk jaar het was, maar dat het Foyt Lenders de Tour de France won. Die won de Tour door een etappe helemaal naar zijn hand toe te zetten. Ja, ja. 2006 toch? Nog wel. Sorry? 2006 was dat toch? Ja, 62, ja. Maar in ieder geval, hij tekende ook onze contract voor een aantal criteriums. En dat was eigenlijk een heel mooie geste van hem. Het startgeld wat hij kreeg, dat wilde hij niet zelf houden, maar aan zijn ploegmaten geven. Die hem geholpen hadden naar de toezegging. Okay. Dus hij zet ons wel met de rug tegen de muur qua prijs, zeg maar. Hij haalde echt het uiterste uit. Maar vervolgens kwam hij met, hij verdiende al zo'n ridiculous amount of money bij de sponsor, dat hij dat geld niet nodig had en die wou eens ploegmaat te geven. Okay. Dus dat was de eerste die dat deed, vond ik een mooi geste. Maar ja, hij kwam dus. Maar na de tweede dag, toen verdween hij spoorloos op woensdag. En hij had op dinsdag de ronde van Stiphout gereden. En hij moest op woensdag 8 van kamer rijden. En dat kwam hij niet opdagen. En ploegmaten Koos Moerenhout, Robert Hunter, Martin Pereguero, die waren er. En die wist het ook niet precies. Of misschien wel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij kwam niet opdagen. En wij probeerden hem te bellen. En teammanager John de Lange probeerden we te bellen. En het lukte niet. En s'avonds begon toch wel de twijfel toe te slaan. Wat er eigenlijk aan het gaande was. Maar ik weet nog wel dat mijn collega Martin Versteen, waar ik samen Cycling Service mee run, die moest daar aan publiek met de microfoon in de hand uitleggen waarom de toerwinnaar niet in de kamer was. Ja, en dan moet je voorstellen, daar in de Finistraat, met al die barretjes en kroegen en mensen die al flink aan het bier gezeten hadden. Ja. Ik lag er nu een beetje om, maar dat was toen echt wel een dieptepunt. En een dag later
toen was ook echt absoluut dieptepunt voor de wielersport in het algemeen. Hè, toen hij bleek positief te zijn als toerwinnaar. Ja. Ja. En hoe is dat, opgelost dan? Maar hoe is dat toen opgelost? Hè? Want ik vind het sowieso heel veel respect dat jullie zelf de microfoon hebben gepakt en het publiek hebben verteld. Maar ik kom daar dan ook een. Ja, het lijkt me ook dat alles wordt. Het wordt wel zo gedaan dat hij achteraf wordt betaald, neem ik aan, toch? Of? Ja, zeker. Ja, goed. Hij is ons uiteraard zelf niet betaald. Maar dat geld van die eerste wedstrijd van de Ronde Stiphout, die is gewoon uitbetaald geworden. En die hebben we als ploegmaat uitgedeeld. En vervolgens vanaf woensdag niet meer. Ja, we hebben nog overwogen samen met de organisatie Afrikaan om schakeling in te dienen. Maar al snel bleek dat het een heel lange weg zou zijn. En wat ook weinig te halen viel bij Floyd Lenders. Want ja, zoals jullie weten is hij helemaal arm geprocedeerd. Yeah. Dus dat was een moeilijk verhaal. Dus dat was wel... Hij is inmiddels weer aardig op de been, hoor. In het hele verhaal rondom wiet, wat hij allemaal op een bepaalde manier legaal kweekt, volgens mij. Dus misschien nog wel eventjes proberen. Ja, een cannabis kwekerij, toch? Ja, mooie corona opsteker in deze tijd. Ja. Maar ja, dus, dat was het absoluut punt. Maar een hoogtepunt is het eigenlijk als we slagen toch het onmogelijke te bewerkstelligen. Dat is als een toerwinnaar komt. Maar ook het jaar dat Tom Dumoulin de Giro won. Ja, dat was fantastisch. En dan hadden we zowel een mannelijk als een vrouwelijke Giro-winnaar. Hè, met Anna van Breggen en Tom. En ze zijn in het roze, zeg maar, het land doorgegaan met al die criteria. Dat was fantastisch. Ja, prachtig, prachtig. Maar ja. Ja, laten we hopen dat het weer heel snel kan. Want Wilco en ik zijn in 2019 nog in Boxmeer geweest. Er was ook het NK Journalisten waar we mee mochten doen. Dus dat was heel grappig, was dat. En dat is toch gewoon fantastisch. En dat is wat dat betreft echt gewoon... hoort ook een beetje bij de Nederlandse wielercultuur. En wat je net al zelf zegt, ik ben als klein jongetje daardoor gaan wielrennen. Ja, dat missen we nu allemaal gewoon. En dat is gewoon wel belangrijk ook daarvoor zeker blijft. Dus laten we hopen dat het allemaal kan. Ik wil je sowieso echt super bedanken dat je de gast wilde zijn. Prachtig verhaal. Ik heb aandachtig geluisterd. Ik heb er heel erg van genoten. En goed, ik denk dat we ook maar een beetje een afspraak moeten maken. Dat de volgende keer dat we elkaar spreken, dat het of over het wielergala gaat. Of anders dat we het gaan hebben over het criterium van horen. Want dat lijkt me toch een hele mooie uitdaging. Dat lijkt me ook. Goed te horen. Zeker. Ja. Hey, hartstikke bedankt. En heel veel succes. En laten we in ieder geval gewoon hopen dat we heel snel weer een biertje kunnen drinken bij een criterium. Ja, dat zou mooi zijn. Oké, mannen. Dankjewel. Top show. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Tot ziens. Doei. Zo, jongens. Ik heb echt van genoten, man. Ja, we stoppen, hè? Ja, leuk. Het is weer verrassend ook voor de mensen om het te horen. Weer uit een heel andere invalshoek. En toch zo belangrijk in de wielersport. Ja, maar gewoon ook... Kijk, wat we wel eens vergeten... Er zijn zoveel Nederlandse coureurs... die eigenlijk een beetje tegen ja, die gewoon de top hebben gehaald. Maar daarna natuurlijk als wielrenner zelf... gewoon voornamelijk knecht waren... of een beetje een uitslagen reden in de schaduw van de echte grote wedstrijden. Maar toch ook een toer gereden. En als je dan dat soort jongens... of dit soort mannen in dit geval... jongens, dit zijn natuurlijk ouder dan onze mannen... weer spreekt... Dan is dat zo mooi. Er komt zoveel passie. Alleen het verhalen dat hij dan met zo'n gigant op de kamer lag. En nogmaals, ik zei, durft hij wel te poepen. Maar dat hij echt inderdaad zo heb gedacht. Van ja, hoe ga ik dat allemaal doen, weet je wel. Dat is toch fantastisch om te horen. Ja, maar dat waren inderdaad hele mooie verhalen. Ik denk dat de luisteraar het ook wel heel interessant vindt om te horen hoe dat gaat rondom de criteriums. Hoe de renners worden aangetrokken. Wat het criterium daaromheen is. Ja, zeker. Ja, dat is super interessant om dat te horen. Zeker, zeker. Ja, ik heb er zelf heel erg van genoten. Ik vind het sowieso natuurlijk heel leuk, want we maken weer een podcast. Maar ik heb er heel erg van genoten. En wat dat betreft, echt superleuke gast. Aanvraag voor een perskaart naar de Ronde van Vlaanderen. Dan kunnen we eruit gooien. Nou, we hebben een aantal dingen geregeld meteen. We hebben de accreditatie voor de Ronde van Vlaanderen geregeld. We hebben het criterium van horen geregeld. En we hebben een mooi idee voor de Wielergala 2021 geregeld. Dus het kan slechter, toch? Volgens mij hebben we een hele vruchtbare podcast. Ja, ik denk dat we ook maar snel moeten afsluiten, jongens. Peter, laatste woord. Ja, helaas niet meer schaatsen. Maar volgend weekend kennen we kort, denk ik. Ja, zeker. 18 graden, hè? 15 graden?
15, 18 te veel. 15 graden misschien, maar zal ergens in Limburg zijn. Laten we het open. Ja. Nou, kunnen we in ieder geval weer buiten fietsen. Met kilometers maken. Zeker. Trainen zeker. Voor hem. Hey, en mensen kunnen ons pakje kopen, hè? Ja, zeker. Ja, we hebben een Arrière de la Course pakkie. Dus dat kunnen ze zeker nog kopen. En ze mogen jou een berichtje op Twitter sturen, toch Wilco? Ja hoor, zeker. Dus, altijd. Wat is het ook alweer? Wilco84_ soms, wat is het ook alweer? Nou, het makkelijkste is denk ik gewoon om de Arrière Twitter te gebruiken. En dan sturen we hem wel weer door naar mij. Oké, okay. Nou, dat mag allebei. Oké. Okay. Jongens, ik heb ervan genoten. Hebben jullie nog iets als allerlaatste toe te voegen of op breien een eind aan? Nou, ik heb nog wel één vraag aan Peter. Die is natuurlijk helemaal into de tijdrijden. We hadden het er vorige week al over Luc Plap. Dat hij nu Australisch kampioen tijdrijder is. Ja. Dat moet voor jou toch wel een opvallend iets geweest zijn. Dat er voor heel veel mensen is het echt wel een onbekende renner. Dat er een nieuwe topper zit aan te komen. Is hij de nieuwe Dennis? Ja, het zou zomaar kunnen. Ja, je moet even een klein beetje toelichten. We hebben natuurlijk altijd nationaal kampioenschappen. Dus Nederlands kampioenschap in juni. Maar in Australië en Nieuw-Zeeland is het altijd in januari, februari. Omdat het gewoon een verschil is dat die allemaal naar Europa komen hier wedstrijd rijden. En ja, de kampioen tijdrijden klopte niet gewoon. Luc Durbridge. Ja. Een jonge gast, onbekend nog voor het grote publiek. In mijn tijd in Australië, toen zag ik hem opkomen als echt jong broekje op de baan. En toen reed hij ook als uitslagen mee tussen de onder 23 renners. En toen had iedereen zoiets van, nou, dit wordt echt de volgende generatie. En toen reed hij al echt goede tijden, goede uitslagen, hoge vermogens. Ja, en als je dan eigenlijk nu voor het eerst echt tussen de prof staat en een start en dan klop je dit soort mannen met zo'n groot verschil, dan kan je toch wel spreken over een nieuwe generatie en zeker een hele mooie ruwe diamant die nog geslepen gaat worden. Waar hij dat gaat doen, dat zal we nog even afwachten. Maar ja, we gaan zeker weten nog van hem heel veel zien. Ik hoop niet dat hij net zo gek is als Dennis. Ja, Dennis is natuurlijk een heel bijzonder geval. Hè? En ik denk alle echt bijzondere renners, moet je meer zeggen bijzondere atleten, die hebben allemaal een eigen verhaal. En toch zijn het allemaal bijzondere figuren ook wel. En ik denk dat hij daar ook heel goed in past. Hey, over ik ben wel benieuwd inderdaad. Want hij had echt wel een heel groot verschil te pakken op die tijdrit. Dus ik ben wel benieuwd of deze jongen dat ook echt om mee te zetten straks naar de profs. En het daar ook kan laten zien. Nou, ik denk dat Wilco een aandeeltje Australische renners kan kopen. Ja, jongen, Wilco die loopt, ik ga het toevoegen, 100%. Wilco loopt te smijten weer met zijn geld, met al zijn aandelen. Het is de Japanner, hè? Ja, maar goed, die Denen die hebben het erg goed gedaan. Ja, dus, dat betreft ben je niet echt landsgetrouw. Dat klopt. Ja. Nou, misschien dat hij ooit voor een Deense ploeg kan rijden. Hey, iets anders jongens. Hebben jullie het berichtje gezien of tenminste op Cycling News dat Adam Hansen is zijn eigen tijdritfiets aan het bouwen? Of een versie daarvan. Hebben jullie het gezien toevallig? Nee, ik heb het niet gezien. Moet je maar eens gaan kijken. Het is echt een heel futuristisch iets. En het past heel goed bij Adam Hansen. Ik moet altijd meteen aan het verhaal van Peter denken dat hij tijdens de koers met zijn gereedschaptasje laptops van andere renners aan het maken was. Maar daar gaan we maar eens naar kijken. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Top. Zeker weten. Oké, okay, jongens. Hey, dames en heren, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, facebook.com/ArrièreLaCourse. Twitter, ArrièreC. Instagram, podcast, ArrièreLaCourse. En ga ook eens kijken op onze website, www.ArrièreDeLaCourse.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la Course.